Meiden, een pakketje. Is het voor jullie? Ik heb niks besteld. Ik ook niet. Wat zit erin? Hallo, Lalilu. Hoi, klaar voor makeover? Wauw, ik wil die ook. Rockstyle? Yes. Laten we beginnen. Wow. Schets de patronen. Probeer de glans aan de bovenkant. Voeg een rok toe. Een tulle mantel eroverheen. Ik heb accessoires nodig. Bevestig veters aan het kunstleer. Zet zwarte kralen op. Versier de rok. Welke keten? Ik wil ze allemaal. Mijn blik is vuur. Maak het af met lokken. Neptatoeages. Op avontuur. Let's go. Wat denk jij? Waar is Elsa? Schrijf het in de comments. Oh, waar ben ik? Wat gebeurt er? Wat is die? Wat? Wie is dit? Oh, Anna. Olaf. Ik heb je. Oh, waar ben ik? Je bent in de moderne wereld. Wil je water? Bedankt. Wat dacht je van frietjes? Ruikt lekker. Ik hou ervan. Jam, jam. Deze wereld. Wat een eetlust. Wauw, wie is dit? Je huisdier? Hoe heet die? Ha, dat is mijn motor. Wil je mee? Dat is om te voorkomen dat je bevriest. Laten we gaan. Hiha! De jongens waren net op tijd voor de repetitie. Maak kennis met Rambo en Vampier. Hi allemaal. Wil je ons nieuwe nummer horen? Ja, alsjeblieft. Rambo, heb je mijn gitaar mee? Ja, hier is het. Wat? Dat is iets van mij. Deze witte is ook niet slecht. Hoe kunnen we nu spelen? Maak je geen zorgen, dit is voldoende. Ontspanning zal helpen. We pakken een banjo. Maak de container leeg. Monteer de structuur. Breng lijm aan. Een ijskoude gitaar. Bestrijk met glitterlak. Plak halve kralen op. Tijd om de repetitie te redden. Lalikadabra, daar ga je. De coolste gitaar ooit. Elsa, je bent ongelooflijk. Thank you. Drums zijn gestemd. Ja. Ook sleutels. Yeah. Gitaarsolo. Bravo, een star is geboren. Oh, waar is Elsa? Er zijn alleen nog sneeuwvlokken. We moeten voorzichtig zijn. Laten we mijn zus redden. Oh, Anna en Olaf zijn verdwenen. We moeten eerst naar... Ah, wat? Waar zijn we? Wie zijn dit? Een sneeuwpop? Nu? Oh, je draagt zo'n ouderwetse jurk. Wow, that's amazing. Wat een schoonheid. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Klaar voor een makeover? Je kan het net zo goed proberen. De rok is te lang. We hebben turquoise top nodig. Pas perfect. Laten we een vest maken. Knip cirkels uit. Pas het. Voeg mouwen toe. En een zwart korset. Maak de look af met sneakers. Vlecht het haar. Oververven. Glitter! Anna is klaar voor moderne mode. Well done. Oh, wow. Ongelooflijk. En het kapsel. Oh, wat is dit? Oh, dat is Elsa. We moeten haar vinden. Laten we gaan, Olaf. Karton. Gebruik een hobbymes. Lijm aan de zijkanten. Monteer de onderdelen. Gespierde man, mogen we je dumbbells lenen? Ze zullen perfecte wielen maken. Een stijlvolle scooter. Anna en Olaf kwamen naar het park om Elsa te zoeken. Neem me niet kwalijk. Heb je dit meisje gezien? Nee, het spijt me. Ik heb haast. Wat moeten we doen? We zullen haar inhalen. Wauw, dat is sneller. Die van mij. Schiet op. Neem die. Ja. Wow. Hoe werkt dit? Waarom beweegt het niet? Het moet een magische knop zijn. Laten we het proberen. We gaan weg!
Wie is dat? What? Oeps, precies mijn maat. Hey, wie ben jij? Stop. Olaf, we hebben een dresscode. Oeps. Wees niet verdrietig. Ik heb een idee. Een mohawk. Precies. Lalilou, dit is mijn nieuwe auto. Het is voor de uitstraling. De stokken brokkelen af. Knip een strook schuimpapier af. Bevestig de stokken. Vervang het hout door een trendy mohawk. Wow. Kunstleervest. Nice. Versier met stegels. Een wortelring en... tattoos, een echte rocker. Wauw, dat is een stijl. Meneer, kunt u de wachtrij overslaan? Yes. Laten we gaan, Olaf. Tijd om te stralen. Let's go. We hebben piepschuim nodig. Groen en blauw. We zoeken een andere plek voor potloden. Zet de kopjes neer. Kerstglatergoud. Metalen beslag aan één zij. Kralen en bloemen aan de andere kant. Het podium is in twee helften gedeeld. Wat gaat hier gebeuren? De band is bijna klaar. Waar is Elsa? Mm. Geen zorgen, we zullen haar vinden. Oh, yeah. Hey jongens, wat is er aan de hand? High five. Heb je haar toevallig gezien? Huh? Ja, dat is mijn vriendin. Het is erger dan we dachten. Ze is mijn zus en ik wil helpen. Yes. Maak kennis met onze ster, Elsa. Hallo allemaal, zullen we beginnen? Wauw, zus is een rockster. Elsa, wat doe jij hier? Wow. We moeten naar huis. Ik wil niet, dit is mijn plek. Hoe zit het met Arendelle? Ik ga niet. Het is een battle. De zussen onderbreken elkaar en maken nog meer ruzie. Ik zei het toch, ik blijf. Hey. Je koninkrijk wacht op je. Meiden, stop. Elsa, Anna. Hé, waar gaan jullie heen? Er is geen concert dan, maar ik heb een idee. Laten we luchtdrogen klei nemen. Vorm twee pizzabodems. Acrylverf voor ketchup. Snijd het open. Niet-machines helpen ons pepperonis te maken. Voeg toppings toe. Wat een geur. Een minuutje, Elsa. Ik ben zo terug. Ik moet me omkleden. Raad eens wie? Olaf. Ik ga pizza eten. Kom terug. Momentje. Wat is dat voor sjaal? Wat een sjaal. Het ruikt heerlijk. Ik heb honger. Anna, dit is jouw pizza. Maar deze heb ik niet besteld. Elsa, hier is de jouwe. Ik ben zo moe van het omkleden. Wat? Wat doe jij hier? En jij? Olaf heeft mij gebeld. Genoeg, stop met vechten. Ik heb zo mijn best voor jullie gedaan. Olaf! Hey. Laat een papier nemen. Vouw pagina's. Het boekblok is klaar. Luchtdroge klei. Een tekening toepassen. Foto's afdrukken. Oh, herinneringen. Zal een familiealbum de zussen verzoenen? De meiden zijn nog steeds boos op elkaar. Het is allemaal dankzij jou dat Olaf boos werd op ons. Ja. Het is jouw schuld. Kijk wat ik mee heb. Het is een familiealbum. Laten we samen naar de foto's kijken. Wow. Oh, Olaf, dat is zo lief. Dank je. Kunnen we nu stoppen met ruzie? Yes. Yes. Sorry. Oeps. Vergeef me, zus. Bereid de folie voor. Knip de vierkantjes uit. Zo glanzend. Hang het aan een ketting. Een feestelement. Anna en Elsa zijn thuis. Oh, waar is Olaf? Hmm? Bleef hij daar achter? Oh, ik ben hier. Heb je me gemist? Het is leuk om op bezoek te zijn, maar thuis is beter. Yes. Oh, de geluiden komen uit de doos. Wat is dat? Hmm? Misschien verder weggaan?
Oh, ik heb de disco-bal uit de moderne wereld meegenomen. Wauw, we moeten gasten uitnodigen. Yes. Jee, er komt een feest naar het paleis. Laat een plastic krans er ouder uitzien. Versieren met een schedel. Oeh, rode ogen. Snap, alles is bedekt met spinnenwebben. Oeh, griezelig. Maleficent weet dat haar nichtje Elsa in het koninkrijk Arendelle woont. Ik zal een magische spiegel bezweren. Ik zal Elsa's schoonheid stelen. Ondertussen vermaakte de koninklijke familie zich in de woonkamer. Hier zijn haar favoriete liedjes. Wie heeft jou een solo gegeven? Elsa, lieverd, ik heb een verrassing voor je. Dat had ik niet verwacht. Ik ben blij dat je eindelijk met me wilt opschieten. Bedankt, ik zal het in de woonkamer hangen. Ah, mijn spiegelbeeld is aan het veranderen. Ah, Elsa, je lijkt niet op jezelf. Help. Laat me met rust. Het is tijd om dit stomme kasteel te vernietigen. Olaf, ben je in orde? Mm-hmm. Maleficent heeft Elsa vervloekt. Wat moeten we doen? We hebben wat lovertjesstof. Voilà. Wauw. Bedek Elsa met een glitterdeken. Maak de jurk af met mouwen. De riem, snit en manchetten zijn versierd met fonkelende strepen. Snap! Een lange sleep gaat achter de rug. Elsa's uiterlijk is erg veranderd. Er zijn blauwe en grijze strengen in haar blonde vlecht. Elsa probeerde haar ijskrachten in te tomen, maar nu ze aan de donkere kant staat... Na een transformatie merkt Elsa dat haar magie donker wordt. Het maakt me bang. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Oh, mijn kracht. Plotseling verscheen er een konijntje in de donkere sneeuw. Lieverd, je hoeft niet bang voor me te zijn. Even kreeg ze haar lichtkrachten terug en fonkelende sneeuwvlokken begonnen uit de lucht te vallen. Wauw. Laten we van een oude stoel een donkere troon maken. Enorme zwarte vleugels versieren de rugleuning. Laat het houtwerk ouder lijken met zilver. Versier het stuk met ijzige sneeuwvlokken. Voeg ijzige noppen toe zoals deze. Oh, mijn nieuwe troon is geweldig. Wow. Ik hou van donkere meubels. Thank you. Nu heb ik het recht om deze troon te bezetten. Buig voor Elsa, een nieuw tijdperk staat op het punt om te beginnen. Glorie aan de machtige koningin. Leeg een glitterfles. Knip een veel te bovenkant uit. Highlight een magische bal. Er is een heel universum van glitterende sterrenbeelden. Voeg fonkelende sterren toe. Er zijn hier alleen skeletten. Ik heb niemand om mee te praten. Wat kun je me vertellen? Mijn botten doen pijn. En hoe is het met jou? De kist is te strak. Oh, skeletten zijn saai. Wat zit hierachter verstopt? Wauw, een magische bal. Elsa ontwikkelde superkrachten. Laten we eens kijken hoe het gaat met mijn zus, mijn vriend en Olaf. Oh, ik zie dat ze eenzaam en verdrietig zijn. Ze missen me echt. Arme dingen, ik moet alles weer goed maken. Maak van de helft van een kinderei een zwarte ketel. Wij maakten gebogen pootjes van ijzerdraad. Verlicht de ketel zodat hij van koper lijkt. Er druppelt wat neondrank langs de zijkanten. Olaf, help! Ik weet niet wat ik moet doen. Ik verander in een slechte heks. Oh mijn god. Alles wat ik aanraak wordt slecht. Nu zullen we iets bedenken. Allereerst doe anti-magie handschoenen aan.
Goed idee, bedankt. Ten tweede zal ik een drankje maken dat je zal genezen en je weer normaal zal maken. Ik hoop dat ik het recept nog weet. Drink het! Oké. Oh nee, Olaf, wat heb je gedaan? Oeps, ik heb een fout gemaakt. Het werd nog erger. Oh nee! Voeg inscripties toe met hete lijm. Bedek de flessen met donkere verf. Rare planten en spinnen versieren de kurken. Wat moeten we hebben? Die witte bloemen. Hebbes! En ik heb iets gevonden. We kunnen terugkomen. Nou, nog één keer proberen. Ik zal de droge bloemen vermalen. Oh, het borrelt. Nu wat geheime elixirs. Laten we alles mengen. Klaar. Opdrinken. De hoorns zijn verdwenen. Yay! Oh, het werkte. Oh nee, er verscheen een nieuwe. Wat gebeurt er? Kijk. Deze zijn leuker. Maak een oude pen vast in een plastic dop. Voeg pootjes toe. En een doorzichtige veer bovenop. Bevestig metalen stukken voor kandelaars. Een kandelaar ziet er zo elegant uit. Verf alles in een diepblauwe kleur. Er zijn druppels hete lijm en was. Versier de kandelaar met doodshoofden. Het is een donker meesterwerk. Elsa heeft zoveel magische boeken gelezen op zoek naar een antwoord. Maar ze heeft niets gevonden over een kwaadaardige spiegel. Elsa, hoe gaat het? Heb je iets gevonden? Oef, het is hier zo donker. Nu zullen we de kaarsen aansteken. Je kan blijven lezen. Heb je al iets gevonden? Voorlopig niks. Maar bedankt voor de kandelaar. Heb je meer licht nodig? Ik wilde één boek pakken. Ik viel bijna. Laten we samen verder zoeken. Oké. Een vrachtwagen gooide veel afval naar buiten. Maak kippenpootjes van stukjes. Vul ze met hete lijm. Kippenpootjes zijn een must-have voor ons magische ritueel. Olaf wil nog steeds de vloek over Elsa verbreken. Je kan alles kopen op de markt. Ik zal zeker kippenpoten vinden. Ik kan je helpen. Oh, wow. Dat is precies wat ik nodig heb. Laten we proberen kippenpoten aan een drankje toe te voegen. Nou, nog één keer. Olaf, kijk! De hoorns zijn verdwenen, maar de rest bleef hetzelfde. Maak een magische rol van papier. Laat het er ouder uitzien met droog pastelkrijt. Maak een vel vast aan de rietjes. In het midden staat een oude spreuk geschreven. Bind de rol vast met een touw. Het is al eeuwenlang voor iedereen verborgen. Olaf zocht naar antwoorden in oude boeken en rollen. Oh, ik heb de laatste. Het lijkt erop dat ik het gevonden heb. Oeps, het lijkt erop dat iets niet volgens plan is gegaan. Dat zijn er twee van ons. Dat is dubbel zoveel plezier. Olaf, zie ik dubbel? Pak de magische rol en lees de spreuk. Oeps, nu hebben we twee Elsa's. Hey. Dit is zo raar, maar zo grappig. Verf een oude koperen beker. Versier het met edelstenen en strassstenen. Elsa! Elsa! Anna, je moet bij me wegblijven. Ik wil je geen pijn doen. Maar Elsa, ik heb je nodig. Alsjeblieft, laat me niet alleen. Please. Anna begon te huilen. En een van de tranen viel in de bokaal. Oké, ik ga weg. Elsa was erg overstuurd door Anna's vertrek. Maar ze hield haar niet tegen. Oh, water! Ik rende zo hard dat ik dorst kreeg. Dat kan niet waar zijn. Olaf, je bent weer de oude. Wow. Oh, echt? Misschien moet ik het ook proberen. Een wonder gebeurde. De liefde van haar zus bracht Elsa terug naar haar oorspronkelijke zelf. Woehoe.
Arendelle was weer normaal. Je kunt je altijd redden met een beetje hulp van je vrienden. Voeg kralen toe aan een draad. Vorm de omtrek van de pop. Wikkel het in draad en verander haar in een zeemermin. Deze zeemermin is een echte rockster. Deze pop ziet er anders uit. Vandaag ga ik Elsa en Anna terugpakken. Ik wil ze al heel lang niets aandoen. Zeetijger, waar is mijn spreukenboek? Dat is wat ik nodig heb. Bedek ze, donkere magische sluier. Nu heb je geen benen, maar staarten. Mijn magie werkte. Nu heb ik voedoepoppen van elk in de zusters. Ik kan ze eindelijk controleren. Ik heb Olaf al een tijdje niet meer gezien. Dat is raar. Olaf! Waar ben je? Ik ben hier, vrienden. Ik was bezig met belangrijke dingen. Ik ben zo terug. Hier, ik heb lekkere warme chocolademelk voor jullie gemaakt. Bedankt, je bent de liefste sneeuwman van de wereld. Het is echt lekker. Anna, Elsa, je hebt je warme chocolademelk nog niet eens op. Oké, ik drink het zelf wel op. Oh, laten we Elsa in een zeemermin veranderen. Maak een koffer. Knip een vin uit de map. Bedek het met lavertjesstof. Bevestig een pijpendragerdraad en een straslint aan de taille. Kettingen hangen naar beneden. Wij houden van je stijl. Het rocktopje is klaar. Schets je schabloon voor een vest. Voeg decoratieve elementen toe. Dat is een coole patch. Een rebels kapsel maakt de look af. Elsa houdt van banana's en grove accessoires. Ik ben Elsa, de rockzeemermin. Welkom in je kamer, juffrouw Elsa. Maak het je gemakkelijk. Oh no. Deze kamer ziet er te gewoon uit. Sorry, we hebben geen andere kamers. Oké, ik zal zelf aan deze kamer werken. Deze piano is niet goed. Waar is mijn magische afstandsbediening? Ik begin mijn transformatie. Coole toetsen en krachtige luidsprekers. Plus een gitaar. Dat is precies wat ik nodig heb. Nu het bed. Ik vind het geweldig. Oh ja. Ik begin een rockgolf. Laten we Anna ook in een zeemermin veranderen. Teken een decoratie. Knip het hoesje uit tulle. Maak een vin van paillettenstof. Maak het af met tulle. Voeg versieringen toe. Bedek de bovenkant met glitterpoets.
Anna organiseerde een bloemenwinkel op de bodem van de oceaan. Welkom. Ik zal een arrangement maken van deze prachtige bloemen. En ik zal er wat glans aan toevoegen. Hallo? Is mijn bestelling klaar? Wauw. Het is een echt meesterwerk. Hoe doe je dat? Ik hou gewoon van mijn werk. Dank je. Goodbye. Hallo, visje. Wil je dat ik jou ook mijn bloemen versier? Oké. Niet bewegen. Klaar. Nu ben je nog kleurrijker. Maak een vis van boetseerklei. Vorm het gezicht van Olaf. De viswinkel wacht op klanten. Hallo, ik heb een ongewone vis in de vijver gevonden. Ik denk dat je hem wel interessant zal vinden. Deze vis is echt zeldzaam. Nu gaat hij bij mij wonen. Bedankt. Bye. Ga in de tank, baby. Oh my. Jongens, waar ben ik? Geen paniek. Geen paniek. Dat is juist. Je bent in de dierenwinkel. Niks aan de hand. Wat is dat? Vissenvoer? En waar is mijn warme chocolademelk? Deze vis wordt het kostbaarste deel van mijn collectie. Hallo, ik heb een belangrijke missie. Ik moet meneer Olaf naar de bodem van de zee brengen. Neem me mee. Nee. Misschien vind je deze leuk? Nee, alleen Olaf. Ik ben Olaf. Oké, neem hem. Thank you. Goodbye, mate. Waarom duurt het zo lang? Hij zwemt zo hierheen. Ik heb Olaf gevonden. Missie volbracht. Ik ben zo blij dat we weer samen zijn. En wij zijn ook blij, Olaf. Dit is voor je hulp. Bedankt. Thank you. Bye. We zullen voor altijd samen zijn. Maak een vis van lichte klei. Lijm een bovenstuk van rubberen noppen erop. Lijm er ogen op. Versieren met ringen en een accessoireketting. En breng een laagje nagellak aan. Oh yeah. Elsa's concert is geweldig. Dit is onze zanger, Punkvis. Als je van rock houdt, zing dan mee. Punkvis, dus ben je fan? Woehoe! Punkvis is een echte ster. Waar komt die magische zang vandaan? Wauw, ze is prachtig. Mag ik met je zingen? Ik moet het concert afmaken. Iedereen zwom weg, behalve Olaf die verliefd werd. Mag ik je handtekening? Mijn handtekening is een kus. Elsa, ze heeft me gekust. Ik ben de gelukkigste vis ter wereld. We hebben een draad. De kralen spelen Lalilu. Zet een onderwaterbloem in elkaar. Vorm een poot van boetseerklei. Wauw! Olaf, je bent zo lief. Je hebt me uitgenodigd voor een etentje in mijn favoriete restaurant. Hou op, ik ben maar een gewone vis. Hier is de speciale zeewier van de chef. Het eten is hier geweldig. Ik heb een verrassing voor jullie. Niet gluren. Oh, ik kan niks zien. Een beetje meer. Open je ogen. Oké. Wauw, het is prachtig. Ik zal eens beter kijken. Aha. Ja, Olaf, help! Ik ga je redden. Deze bloem is vreemd. Je kan er beter bij uit de buurt blijven.
Doe kralen in de vorm van vissen aan een draad. Lijm het op piepschuim. Onderwaterpijlen zijn klaar. Wat zal ik vandaag eens doen? Anna, wil je mijn favoriete liedje op de harp spelen? Ik weet het niet. Vandaag ben ik niet in de stemming om een harp te spelen. Anna, raad eens welke iPad ik gekocht heb. Het is het nieuwste model. Wil je spelen? Nou, ik zal proberen. Hier drukken. Ik begrijp er niets van. Het is niets voor mij. Olaf, help me even. De nieuwste technologie is niet haar ding. Oké. Hier, ik heb het onlangs in de uitverkoop gekocht. De regels zijn simpel. Je moet de vis precies in het midden gooien. Laten we beginnen. Ik zal het proberen. Oh ja. Mijn vis zwom het onbekende in. En hoe raak ik het doel? Het lijkt erop dat ik weet wat ik moet spelen. Ja! Anna, je hebt gewonnen. Maar hoe heb je dat gedaan, zus? Maak een opening in de plastic bol. Maak vinnen van paarse stof. Zeesterren, we hebben jullie nodig voor onze volgende knutsel. Mooie dag voor een wandeling. Mee eens. Ik heb genoeg van mijn vlechten. Ik wil iets nieuws. Wauw, je lokken zien er zo mooi uit. Hoi meiden. Wat een mooie zeemermin. Hoe gaat het met je? Wat zal ik zeggen? Ja. Waar gaat hij heen? Anna, je haar. Mijn haar is zo nat. Wat moet ik doen? Mooie vreemdeling, dit is voor jou. Bedankt voor het brengen van mijn helm voor mij. Het heeft haar gered. Bedankt voor het cadeau. Je bent een heel ongewoon meisje. Ik zal mijn boeket delen met mijn vriend. Knip een blisterverpakking uit de juiste vorm. Een ruimteschip van schuin papier. De bogen zitten op hun plaats. Wauw, kettingen en noppen. Dit hoort zeker bij een rebel. Elsa speelt te hard op de bas. Waarom zou ik anders zulke krachtige luidsprekers kopen? Elsa, ik kan er niet meer tegen. Zo hard is het niet. Olaf, doe iets. Ik heb geen idee. Een gloednieuwe VR-bril misschien? Misschien herinnert hij Elsa eraan hoe stil en kalm ze vroeger was. Probeer het eens. Wauw, coole bril. Dan ben ik. En sneeuw, mijn favoriet. En die keer dat ik op een zeepaardje reed. Ga! Elsa ging ook in de virtuele wereld. Dat zijn wij allemaal. Ik moet het aan Anna laten zien. Ik zal de gitaar in de gaten houden. Mooi ontwerp. Ik zal proberen een beetje te spelen. Anna, kijk! Wauw, je doet het geweldig! Speel nog wat meer. En ik zal in de buurt zitten, met een VR-bril op.